Hartelijk welkom bij de 24.3 Biocast. En die heet Plattelandswegen. En we gaan kijken naar stikstof en de stikstofkringloop. Hier zie je een stikstofmolecuul. Twee atoompjes stevig aan elkaar vastzittend. En er is gigantisch veel van. In de atmosfeer is er 4 x 10 tot de macht 15 ton aanwezig. En in gesteente is er nog veel meer. 2 x 10 tot de macht 17 ton. Dus er is zat, alleen is het niet altijd bruikbaar. Binas, de stikstofkringloop. En hier zie je al die stikstof zitten. Heel veel zit er van in de atmosfeer, zagen we al. Toch kunnen planten dat niet zomaar gebruiken. Daar hebben we de bacteriële stikstoffixatie voor nodig. Stikstofbacteriën en bacteriën die in die rhizobiumknolletjes van planten zitten. Die kunnen zorgen dat het stikstof omgezet wordt in ammoniak. En dat ammoniak, dat kunnen planten opnemen. Hier zie je cyanobacteriën en hier zie je die rhizobiumknolletjes zitten. Door de plant gemaakt waarin de bacteriën zitten. Anaeroop. Hier zie je gelijk waarom die stikstofatomen zo stevig bij elkaar zitten met die driedubbele binding. Het kost dus heel veel kracht, heel veel energie, om die stikstof los te maken en er die haakjes aan te koppelen. En je ziet dat het ook heel veel energie kost. 16 ATP'tjes kost het om 2 ammoniakmoleculen te maken. En links zie je de bacteriën die bij een wortelhaar komen, die daar een infectie veroorzaken. En dan gaat er zo'n rhizobiumknolletje groeien. En dat is handig voor de plant. Want die krijgt er NH3 van, ammoniak. Maar de bacterie krijgt in ruil daarvoor van de plant suikers. Het is dus een vorm van symbiose. Op een gegeven ogenblik dan gaan dieren en planten dood. En dan worden die door rottingsbacteriën omgezet in ammoniak, ammonificatie. Dat ammoniak kan worden omgezet in ammonium, NH4+. En via nitrificatie door nitrietbacteriën wordt er nitriet van gemaakt. En via nitrificatie door nitraatbacteriën ontstaat nitraat. En dat kan terechtkomen in het water. Wel, stikstof kan ook nog op een andere manier vastgelegd worden. En dat gebeurt bij bliksem bijvoorbeeld. Ook verkeer en industrie werken eraan mee. Maar de bliksem kijken we even naar. Daar wordt er NOx gemaakt. En die NOx, dus die stikstofoxide, dat zijn verschillende soorten oxide, die komen met water als zure regen naar beneden in de vorm van salpeterzuur. Dit was de situatie zoals die bij ons in Drenthe was voor 1900. Er werd gehooid, dat werd naar de beesten gebracht, de mest van de beesten werd op de akker gebracht. De heide werd geplacht en die plaggen werden ook over de akker gebracht. En dit systeem hield zichzelf in stand totdat deze heren het fabriceren van kunstmest uitvonden. En door middel van het kunstmest is die akkerbouw wereldwijd, maar bij ons in Drenthe ook, veranderd. Nu konden eigenlijk alle gewassen overal groeien. Door de kunstmest kon je op de weilanden een hogere productie halen, de maden. De laaggelegen gedeeltes. Je had de mest van de dieren niet meer nodig, van de schapen niet meer nodig op de es, op de akker. Maar ook de heide kon ontgonnen worden. Daar gingen gigantische hoeveelheden kunstmest overheen. Voor iedereen beter, denk je. Alleen er zitten wat nadelen aan. En een heel belangrijke is deze. Van de 100% kunstmest die op het gewas gebracht worden, worden hooguit 80% opgenomen. Dat betekent dat 20% terechtkomt in het grondwater of in het oppervlaktewater. Maar het ligt een beetje aan de grondsoort en de omstandigheden en het gewas hoeveel er wordt opgenomen. Want het kan ook wel eens zijn dat het maar 50% is wordt opgenomen en dan komt er 50% natuurlijk ook in het grondwater terecht. En die ammoniak die daar terechtkomt, die wordt omgezet in nitriet en ook in nitraat.
En dat nitriet. Dat is, en dat nitraat. Het nitraat is met name zorgt voor de algengroei. Er kunnen gigantisch veel algen gaan groeien. En 's nachts hebben die natuurlijk kunnen ze niet aan fotosynthese doen. Dus dat betekent dat ze dan de hoeveelheid zuurstof die er is verbruiken. En alle dieren en andere planten die gaan dan dood. Het nitriet is ook giftig. En wanneer dat nitraat namelijk in het lichaam komt, kan dat worden omgezet in nitriet. En dat zorgt ervoor dat hemoglobine in methemoglobine wordt omgezet. En daar is de heemgroep een driewaardige ijzer. En die zorgt ervoor dat er geen zuurstof vervoerd kan worden. Vooral bij kinderen kan dat optreden. Hier zie je eigenlijk nog zo'n plaatje vergelijkbaar met wat in je bina staat. Alleen staan hier de hoeveelheden aangegeven in tonnen die per jaar worden omgezet, gefixeerd en weer vrijgemaakt. Daar moet je dus mee kunnen rekenen. En hier zie je de verschillende verbindingen van stikstof, van nitraat tot ammonium. En je ziet als je naar links gaat, dan levert het energie op. Nou, als we helemaal rechts beginnen, dan zie je dat daar van 4 naar 3 naar 2 naar 0 haartjes gaan. En dan gaan er geen haartjes meer af, maar dan komen er ootjes bij. Dus dat geeft aan dat het energie levert. En het omgekeerde is dan natuurlijk ook waar. Dit was het verhaal van Plattelandswegen, de 24.3 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.